Leuk dat je weer kijkt naar Ook voor Hosterhout. Vandaag is het Blues Festival begonnen. Maar achter mij zie je natuurlijk niet die hele grote witte tent. Want vanaf dit jaar spelen ze allemaal in de cafés rond de markt. Laten we snel kijken wat we vandaag hebben meegemaakt. Let's go! Ik heb 30 bier op, man. Kom op, het is meer een Cola Light. Het komt eigenlijk alleen maar voor het bier hier in de beurs. Dat is wel de belangrijkste reden. Natuurlijk, de blues is wel goede muziek. Toch wel. Toch wel. Maar... wat is het nou? Waar ben je nou fan van? Van het bier. En tot hoe laat? Tot hoe laat ga je dan? 6 uur 's ochtends. We staan hier naast... Herman Scholten. Kijk eens aan. En jij hebt net gespeeld. Hier in de beurs. Ja, ik zit bij Blueswiel. Ik ben drummer. En we spelen al een kleine 3 jaar. Heel veel optredens. En we proberen zo bekend mogelijk te worden in heel Nederland. Hoe is het Blues Festival tot nu toe? Ja, tot nu toe hebben we heel leuke dingen gezien. Ook wel minder leuke dingen. Zoals? Als er een zangeres in het spel is, was het altijd minder. Wie is de hoofdreden? Dat is wel erg vaag, weet je dat? Ja. Het is heerlijk in de Nabijstraat. Ik heb sinds 4 weken een nieuw liefje. Petra. En het is wel zo'n lekker schatje. Dus. Maar is het niet een beetje binnen te doen in de kroegen dan hier buiten? Nee, dat is allemaal veel te druk. Ook Salerno deed mee aan het Blues Festival. En natuurlijk konden wij van Ook voor Hosterhout niet even laten om daar ook een kijkje te gaan nemen. Bent u echt een vaste bezoeker van dit evenement? Ja, van Oosterhout Blues, ja. Ja, kom ik al jaren. Heel leuk, ja. En is het nu leuker, nu het in cafés wordt gehouden, dan in die tent? Of? Nou, in de tent kwam ik nooit zo. Ik kijk toch altijd wat ik wil zien. En dan vaak niet in de tent. En dan ga ik gewoon de kroeg iets af. Welk bier vind je dan het lekkerst op zo'n avond? Zeker met die blues erbij, een zware trippel. Heb je nog een tip voor de... voor de jonge jongens hier in Oosterhout, wat moeten ze doen om een meisje te versieren? Nou, dan kan ik intippen. Wees jezelf en doe lekker zoals je bent. En drink een biertje en hou het gezellig. Dat is het belangrijkste. Dankjewel. Oké, leuk gesprek. Ga je ook een beetje dansen of is het echt genieten in een bier? Nu zijn meestal dansen. Je wordt wel gedanst. Ja, maar zij dansen meestal ik niet. Nee. Een beetje pittige blues. Absoluut niet van die slome gitaarsolos tussendoor. Lekker, maar een beetje pittig. Waar ook een beetje het jongere publiek toch wel een opkikker kan krijgen. Dus dat is onze muziek. Het gaat ook een beetje om de gezelligheid, toch? Jawel, natuurlijk. Daarom heb ik mijn vriendin en mijn zwager en mijn schoonzus meegenomen. Ga je ook een beetje de kroegen langs of blijf je echt op één plek? We zijn ook nog 3 kroegjes. Maar dat valt dan toch vaak tegen. Leuk dat je weer keek naar Ook voor Hosterhout. Vandaag zijn we dus op het Blues Festival geweest. Wat een feest is dit. En vergeet vooral niet te abonneren. Vergeet vooral niet te liken. En tot de volgende keer. Het is altijd gezellig. Maar op een gegeven moment komt er ergens een eind aan. Dan weet jij, donders goed hè jongen. Einde interview.